Goeiedag kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit nieuwe deel hebben we een bijzondere gast, zal ik maar zeggen. Het is iemand die we van een andere functie kennen, die nu een nieuwe functie bekleedt. Ik heb het over de heer Stephen McAndrew. De reden waarom we hem hebben uitgenodigd, hij is pas terug van een trip vanuit Genève, Zwitserland, waar hij heeft deelgenomen aan een internationale arbeidsconferentie. We gaan het niet alleen daarmee over met hem hebben, we gaan het ook hebben over de dag voor verbanning van kinderarbeid die afgelopen zondag is herdacht in Suriname. Ja, meneer McAndrew, welkom in gesprek met en ook welkom terug in Suriname. Dank u, mevrouw Gootlijn. Helemaal. In gesprek met proberen we altijd een beetje in te zoomen op de gast die we hebben, zodat de samenleving ook een soort van een achtergrondprofiel krijgt van een persoon. Dus wie is meneer Stephen McAndrew precies? Wel, Stephen McAndrew is een socioloog en ontwikkelingsdeskundige die jarenlang heeft gewerkt in het Caribisch gebied voor het CARICOM-secretariaat. Daarna teruggekeerd is naar Suriname om een bijdrage te leveren, uiteraard aan de ontwikkeling van het land. Toen is gaan werken voor de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven, waar hij de functie van directeur bekleedde voor 6 jaren. En vanaf 19 april 2022 ben ik dan minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ja, want het is een switch, want het is wat ik ook aangaf in mijn intro. We kennen u als in de functie van directeur van VSB. Hoe was het? Hoe was de switch nu naar minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken? Wel, de switch was niet zwaar, om het zo uit te drukken, omdat ik toch wel in het Caribisch gebied al verantwoordelijkheid had voor arbeidsaangelegenheden. Dus het terrein is me bekend. Ook als directeur van VSB had ik veel aandacht voor arbeidsaangelegenheden, want ik vertegenwoordigde de werkgevers. Dus in dat opzicht was ik ook al bezig met arbeidsaangelegenheden. Dus het terrein is niet onbekend voor mij. Dus die switch was voor mij niet al te zwaar. Ja, nou, snap ik helemaal. Maar als je nou zit te bekijken, vooral in de situatie waarin Suriname momenteel ligt, we hebben nog steeds een heel hoog cijfer van werkeloosheid. Hoe denkt u, want u heeft zelf de ervaring vanuit VSB en nu ook als minister, in welke richting denkt u dat het ministerie naartoe kan gaan om dit aspect een beetje te verlichten, om het zo te zeggen? Wel, ik denk dat de creatie van werkgelegenheid is een aangelegenheid voor de gehele regering. We moeten proberen om het ondernemersklimaat in Suriname zo vriendelijk mogelijk te maken, zodat investeerders bereid zijn om bedrijven hier op te zetten en daarbij ook doen aan de creatie van arbeidsplaatsen. Als overheid creëer je niet zelf werkgelegenheid, maar je schept de condities voor investeerders om het mogelijk voor ze te maken om zo gauw mogelijk en zonder te veel barrières bedrijven op te zetten. En daarbij werkgelegenheid aan te bieden aan Surinamers of anderen die in het land wonen. Klopt helemaal. En laatst hebben we ook begrepen dat het niveau van het minimum uurloon is opgeschroefd naar 20 SED. Is het toch wel haalbaar als je kijkt naar, want olie is laatst verhoogd, brood, melk, alles gaat helemaal, vliegt de pan eruit. Denkt u dat die 20 SAD, dat mensen wel ermee zullen of kunnen rondkomen? Wel, we zijn naar mijn mening gegaan naar een realistisch minimum uurloon. Okay. Het vorige uurloon was al lang achterhaald, dus we moesten gaan naar een realistisch minimum uurloon. We hebben ons daarbij ook laten leiden door onderzoek dat we verricht was door de commissie armoedegrensbepaling. We hebben rekening gehouden met hun inzichten. En op basis daarvan zijn we toen gesprekken begonnen met het bedrijfsleven en de vakbeweging om toch te geraken, te komen op een minimumuurloon. En dat is SAD 20 geworden per 1 juni. Ja. De beschikking is inmiddels ook uit, gepubliceerd. Dus dat betekent dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn om hun medewerkers tenminste SAD 20 te betalen per uur. U is het over alle werkgevers. Voor hen die het niet weten, want ik had begrepen dat in bepaalde onderdelen er andere tarieven golden toendertijd. Is dat nog steeds hetzelfde of is het gewoon dat iedereen gewoon 20 krijgt? Er is
in Suriname op dit moment 1 algemeen minimumuurloon. Okay. En dat is SAD 20. Toen het minimumuurloon werd geïntroduceerd, had je verschillende tarieven. Bijvoorbeeld horeca had een hoger tarief. Volgens mij security had ook een ander tarief. Maar nu is er 1 algemeen minimumuurloon. Dat is SAD 20. Uh-huh. Oké, okay. Laten we hopen dat mensen er toch wel iets mee kunnen doen. Want die 20 SAD is toch veel beter dan die 8 SAD 50 cent. Maar goed, het is toch ook leuk om het vanuit, die, vanuit uw opzicht ook een beetje te begrijpen. Ik denk dat het goed is. Om het, dat het goed was om het op te krikken per 1 juni naar SAD 20. En we moeten ook rekening houden dat er ook eerdere maatregelen waren getroffen om de belastingsvrije grens te verhogen. Dus iemand die het minimumuurloon verdient en bijvoorbeeld 160 uren per week zou werken, die ontvangt een belastingvrij inkomen. Omdat hij nog steeds onder die grens zit van 4000. Dus hij verdient bruto netto bedrag in principe. Ja, dus daar moeten we ook mee rekening houden dat er naast het verhogen van de minimumuurloon ook andere maatregelen eerder in het jaar zijn getroffen om de belastingsvrije grens op te krikken. En dat is gegaan naar 4000. Ja, dus mensen die onder 4000 verdienen, die betalen in principe geen belasting. Dus je verdient een bruto netto loon. Ja, en dan bleef je op hetzelfde helemaal. Maar hoe was uw trip zelf naar Genève? Ik denk dat die trip toch wel een geslaagde trip was. We hebben een aantal gesprekken gevoerd. Onder andere met de director-general van de ILO, de heer Guy Ryder. Daarbij het belang van de Caribische office benadrukt. Omdat we toch wel veel steun, ondersteuning krijgen van de ILO. Caribische office werken. Gevestigd is op Trinidad en Tobago. Okay. Zelfs tijdens de COVID-19-pandemie hebben ze ons ondersteund. Weliswaar virtueel, maar het heeft toch wel gemaakt dat het ministerie door kon gaan met de uitvoering van het Decent Work, tweede Decent Work Country programma. Daarnaast, ik was niet alleen in Genève. Er was al een delegatie eerder vertrokken, bestaande uit de heer Glenn Pirou van het ministerie van Arbeid. Hij is onderdirecteur. Juridische en internationale zaken, de heer Kamles Ganesh als vertegenwoordiger van de VSB en de heer Hein Roze als vertegenwoordiger van de vakbeweging. De delegatie moet altijd een tripartite delegatie zijn, omdat dat toch wel een concept is dat de ILO promoot. Okay. Je kan niet zonder werkgevers en de vakbeweging gaan, uh-huh. Anders word je op het matje geroepen door de ILO en gevraagd van waarom is je delegatie niet volledig. De Suriname heeft de verplichting om elk jaar een tripartite delegatie uit te zenden naar de internationale arbeidsconferentie. Dus zij zijn een week eerder gegaan dan mij. Dat was eind mei. Ze hebben alle meetings bijgewoond. Er zijn verschillende commissies waarin ze hebben geparticipeerd. Om zodoende ook de optiek van Suriname uit te dragen. De optiek van de Surinaamse werkgevers uit te dragen. Of de optiek van de Surinaamse vakbeweging. En het is gebruikelijk dat de heer Pirou bijvoorbeeld gaat naar de commissie die kijkt naar de applicatie van labourstandaarden. Uh-huh. Omdat hij onderdirecteur juridische zaken is, toch? Dus hij gaat kijken van hoe er wordt omgegaan met de cases die zijn voorgebracht bij de ILO. Het kan te maken hebben met niet nakomen van het recht op vakvereniging. Het kan te maken hebben met niet nakomen van bepaalde issues voor wat betreft social protecties. Dus de cases zijn wereldwijd, worden ze gestuurd naar de ILO. En die commissie bekijkt dan elke case en doet dan op basis daarvan een uitspraak. En dat is toch wel van belangrijk, omdat Suriname ook van deze cases lessen kan leren. En na terugkeer kunnen we die ook dan proberen toe te passen in Suriname. Oké. Okay. U mocht de conferentie ook toespreken. Wat was uw lei en uw rode draad van uw toespraak naar, want ik heb begrepen dat het 187 lidlanden zijn, om het vanuit een perspectief van Suriname over te brengen? Wel, de rode draad door mijn speech was dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan Decent Work vanaf 1999. In september 2015 is het toen een Sustainable Development Goal geworden, namelijk goal nummer 8. Decent Work. En Suriname heeft in 2015 haar eerste Decent Work Country programma getekend.
is tripartiet ondertekend samen met de ILO. In 2019 is het tweede Decent World Country programma ondertekend, welke nu in uitvoering is. Okay. En we gaan binnenkort weer om de tafel zitten om het derde Decent World Country programma te ontwikkelen. Waarbij ik toch wel heb aangegeven aan de ILO, Caribbean Office, dat ik toch wel een grotere focus daarbij wil op employment, werkgelegenheid. Omdat dat toch een issue is waarmee Suriname op dit moment worstelt. Uh-huh. En ik verwacht de directeur en onderdirecteur van de Caribische Office, verwacht ik deze week in Suriname om hierover te beginnen te praten. Oké. Okay. Voor hen in de samenleving die niet gelijk snappen wat decent work inhoudt, kunt u dat even uitleggen? Wel, decent work is een concept welke is aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in 1999. Het heeft in principe vier pilaren. Eerste pilaar is werkgelegenheid. Dus dat betekent dat landen alles in het werk moeten stellen om hun burgers werkgelegenheid te verschaffen. Door, zoals eerder gezegd, condities te creëren voor investeerders, zodat die makkelijk bedrijven kunnen opzetten, economische activiteiten kunnen ontplooien, noem maar op. Werkgelegenheid in de optiek van de ILO omvat ook self-employment, zelfwerkzaamheid. Dus ondernemerschap. Okay. Dus dat moet ook gepromoot worden. Want als je ondernemers hebt, als je dat promoot en je krijgt meer ondernemers, dan zijn zij die arbeidsplaatsen creëren, toch? Klopt. Het zij als micro-ondernemer, het zij als kleine ondernemer, middelgrote, grote ondernemer, noem maar op. Zodra je bezig bent met ondernemerschap en arbeidsplaatsen creëert, dan lever je een belangrijke bijdrage aan het werkgelegenheidsvraagstuk in Suriname. De tweede pilaar is sociale protectie, sociale bescherming. Dat heeft te maken met zaken als pensioen. Is er een algemeen pensioen voor mensen in Suriname die na zoveel dienstjaren met pensioen gaan? Het heeft ook te maken met zaken als kinderbijslag. Het heeft te maken met wat gebeurt er met mensen als ze een ongeluk hebben gehad en arbeidsongeschikt raken. Dus in dat optiek wordt dan sociale protectie bekeken. Okay. In Suriname hebben we verschillende aspecten al. We hebben het Algemeen Pensioenfonds, we geven kinderbijslag, we helpen gezinnen die in armoede zijn beland. Maar dat alles moet uiteindelijk toch wel bijeengebracht worden in een algemeen sociaal beschermingssysteem. Derde pilaar is arbeidswetgeving. Het is noodzakelijk dat je arbeidswetten hebt, arbeidsstandaarden hebt waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden, zodat zaken toch wel in goede banen geleid worden. Bijvoorbeeld het recht op vakvereniging betekent dat arbeiders het recht hebben om een vakbond op te richten binnen de bedrijven waar ze werkzaam zijn. En Suriname heeft zich daaraan gecommitteerd. Dus als zaken tegenkomen waarbij we zien dat het recht op vakvereniging wordt geschonden, dan zullen we moeten optreden. Laatste pilaar heeft te maken met sociale dialoog. Dat betekent dat de tripartite partners, namelijk overheid, vakbeweging en werkgevers, bijeen moeten komen om te praten over vraagstukken betreffende het arbeidsveld, maar ook nationale ontwikkelingsvraagstukken, zoals we laatst hebben gedaan in het kader van het tripartiet overleg. Toen zijn we bijeengekomen. We hebben over een aantal zaken gesproken. Een van de resultaten was de optrekking van de belastingvrije grens naar 4000. We zijn in tripartiet verband ook andere zaken overeengekomen die nu uitgevoerd moeten worden. Dus zo zie je, de vier pilaren van Decent Work moeten bijdragen dat het ondernemersklimaat, het arbeidsklimaat in Suriname verbeterd worden. Maar heel belangrijk daarin is het aspect dat iedere Surinamer toch wel een job moet kunnen vinden. Het zij als werknemer, het zij als zelfstandige. Want ik had ook altijd het idee dat mensen met een beperking ook veel onder een van die pilaren van decent work. Of heb ik het mis? Nee, mensen met een beperking vallen ook onder decent work, toch? Ook zij hebben recht op decent work. En in dat kader had de VSB het initiatief genomen in 2017 of 2018 om de Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking op te richten.
En de bedoeling was toen dat de alliantie gericht zou werken aan het promoten van werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Omdat je veel van mensen met een beperking hebt die echt willen werken. Het zij als werknemer, het zij als zelfstandige. En in dat kader zijn er ook een aantal projecten uitgevoerd met ondersteuning van de UNDP. Maar ook met ondersteuning van BNTF, van de CDB. BNTF staat voor Basic Needs Trust Fund. Uh-huh. Dat is een grant die Suriname kreeg om bepaalde projecten dan uit te voeren. En de Alliantie voor Decent Work voor mensen met een beperking had een project ingediend. Waar ik ervoor moest zorgen dat mensen met een beperking getraind werden in verschillende skills. Uh-huh. Maar ook dat zij, die als zelfstandige micro-ondernemer aan de slag wilden gaan, ook getraind werden en vervolgens ook wat producten kregen om daadwerkelijk te beginnen als micro-ondernemer. Okay. Dus eentje die bezig was met chips heeft een schaaf gehad. Andere die bezig is, die een salon wil voor nagels, die heeft een set gehad en nog andere zaken om dat te beginnen. Uh-huh. Dus zo is geprobeerd om ze te ondersteunen op diverse vlakken. Okay. Maar iedereen in Suriname die de arbeidsleeftijd, om het zo uit te drukken, heeft bereikt, heeft recht op decent work. Helemaal. Ongeacht conditie. Snap ik helemaal. En hoe was de reactie? Want u heeft, als ik het zo mag noemen, u heeft kunnen presenteren waar Suriname is, ja, omtrent dit geval. En hoe heeft u reacties teruggehad vanuit de ILO? Er waren een paar personen van de ILO die ik goed ken en met wie ik heb gesproken. Ze zeiden dat die speech heel focus was, to the point. Dat probeer ik altijd te zijn, dus wat dat betreft was het geen wonder. Maar ik denk dat ik toch wel heb kunnen zeggen wat ik wou zeggen. Heel belangrijk is de ondersteuning die we kregen van de ILO. Ze gaan ons ook weer ondersteunen met wat wordt genoemd een Social Protection Expenditure Review. Okay. Dat betekent dat we gaan kijken naar wat geeft Suriname nu precies uit aan sociale bescherming. Waar gaat het naartoe? Zodat we op basis daarvan toch wel beslissingen, beleidsbeslissingen kunnen nemen. Als we zien van, hé, misschien gaat te veel naar dat gebied, terwijl het juist meer moet gaan naar kinderen, ik noem maar op. Ja, helemaal. Want afgelopen zondag was de internationale dag tegen verbanning van kinderarbeid. Juist hen die niet mogen werken, worden juist te werk gezet. Als u kijkt, is dit onderwerp trouwens ook ter sprake gekomen bij en tijdens de conferentie van in Geneve? Er is tijdens de internationale arbeidsconferentie is er altijd een dag tegen kinderarbeid. Dat is meestal de vrijdag van de eerste week van de conferentie. Uh-huh. Dus dat was 3 juni. Okay. Had de ILO hun dag tegen kinderarbeid. En als u het mag bekijken, Suriname in Suriname altijd is dit een veel te bekend fenomeen. We kennen de kinderen die knippers verkopen, die voor alles en nog wat fruit en heel wat zo, ja, nog steeds op straat. Hoe denkt u dat Suriname dit kan terugbrengen gezien de financieel-economische situatie? Hmm. Het gaat niet alleen om nu, maar ook het is al jaren een fenomeen. Ja. Dus kinderarbeid in Suriname is inderdaad al jaren een fenomeen. Soms is het oogluikend toegelaten, maar het beleid van arbeid is nu toch wel van, als we zien dat er kinderen op straat knippers voorkomen, dan gaat arbeidsinspectie optreden in samenwerking met sociale zaken en onderwijs om ervoor te zorgen dat de kinderen toch wel die begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zodat ze kunnen gaan naar de school en toch wel de nodige opleiding, onderwijs kunnen genieten. Dat is belangrijk. Suriname heeft zich gecommitteerd aan de Convention on the Rights of Children, uh-huh, het kinderrechtenverdrag. Dus we moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze gedrag vertonen of zaken doen die niet bevorderlijk zijn voor hun groei. Het zij mentale groei, het zij fysieke groei, noem maar op. Niet normaal. Want u geeft ook aan, er wordt zowel met het ministerie van Sociale Zaken en ook onderwijs. En is het ook voorgekomen dat de ouders aangaven, gaat u me dat geld geven als mijn kinderen me niet kunnen helpen? Dus ik heb niet gehoord van die cases, maar het kan zijn dat Sociale Zaken met dat soort zaken geconfronteerd wordt. Vanuit het ministerie is onze taak het directoraat arbeidsinspectie in de gelegenheid stellen om de kinderen van de straat te halen.
En dan moet er in samenwerking met de andere instanties dienstmaatschappelijke zorg worden opgetreden. Zodat ze niet meer op straat gaan, maar naar school kunnen gaan en van onderwijs kunnen genieten. Uh-huh. Als u zelfs kijkt, is Suriname wel zover om kinderarbeid te kunnen bannen? Gezien de momentele financiële-economische situatie waarin we zitten. Dus ik denk dat Suriname wel in staat moet zijn om kinderarbeid te verbannen in Suriname. Uiteraard weten we dat er toch wel mensen zijn, gezinnen zijn die in armoede leven. We moeten kijken hoe we die kunnen helpen, zodat kinderen inderdaad naar school kunnen gaan en van onderwijs kunnen genieten. Hetgeen hun groei kan bevorderen. Maar we kunnen het wel verbannen. We moeten eenduidig optreden. We moeten geïntegreerd nationaal beleid hebben op dit stuk. Het ministerie van Arbeid heeft een commissie, uitbanning kinderarbeid. En we moeten dan kijken met wat voor beleidsvraagstukken, beleidsoplossingen deze commissie komt. En dan moeten we het dan ook daadwerkelijk uitvoeren, zodat dit vraagstuk, deze problematiek, tot het verleden gaat behoren. 12 juni, dag tegen kinderarbeid, is in tegenstelling tot 5 december niet een dag waar je moet juichen, blij moet zijn. Klopt. Integendeel, het is een dag waar we allemaal onze hoofden moeten buigen van schaamte. Omdat kinderen die naar school moeten gaan, toch arbeid moeten verrichten, om wat voor reden dan ook. En dat moeten we gezamenlijk, als maatschappij, als alle politieke partijen samen, als Surinamers op de eerste plaats, moeten we dat toch wel proberen uit te bannen. Zodat, nogmaals, we hebben ons gecommitteerd aan de Convention on the Rights of the Child. Yes. En we moeten alles in het werk stellen dat kinderen een normale jeugdjaren, kinderjaren kunnen meemaken, jeugd kunnen meemaken die hun in staat stelt om op te groeien tot volwaardige Surinamers die weerbaar zijn, die een goed onderwijs hebben genoten, noem maar op. Helemaal. En wat is het advies slash boodschap in het kader van deze dag naar de samenleving toe? Wel, mijn advies of boodschap voor wat betreft 12 juni was dat we als Surinamers toch wel in het werk moeten stellen om gezamenlijk kinderarbeid tot het verleden te laten behoren in Suriname. Omdat het niet kan dat kinderen hun groei wordt gestuit omdat ze arbeid moeten gaan verrichten, terwijl ze juist naar school moeten gaan om mentaal, emotioneel, sociaal zich te kunnen ontwikkelen. En zodat ze ook op latere leeftijd, wanneer ze daadwerkelijk de arbeidsmarkt moeten betreden, toch wel een betere kans hebben om een job te vinden. Want ik ben er heilig van overtuigd dat het vinden van werk toch wel een belangrijke stap is om uit armoede te geraken. Helemaal. U bent zo'n beetje, als ik het zo mag noemen, al een beetje ingewerkt in uw ministerschap. Ja. We zitten nu al op de helft van het jaar 2022. Ja. Hoe ziet het verder deel van het jaar uit voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken? Wel, zoals eerder gezegd, we gaan ons de komende periode richten op de implementatie van het tweede Decent Work Country programma, de aspecten die nog uitgevoerd moeten worden. Want in december 2022 stopt dat. Okay. We gaan ons in deze periode ook richten op de ontwikkeling en ondertekening van het derde Decent Work Country programma. Ik zei al eerder, deze week verwacht ik bezoek van de top van de ILO Caribbean Office om daarover te beginnen te praten. En ik heb ze ook al aangegeven dat ik toch wel een grotere focus wil op werkgelegenheidscreatie in het derde Decent Work programma. Omdat ik toch wel vind dat dat op dit moment noodzakelijk is voor Suriname. Dus we gaan ons daarop focussen. Uiteraard gaan we ons ook blijven richten op de uitvoering van onze normale werkzaamheden. Het directoraat arbeidsinspectie zal ervoor zorgen dat inspecties worden uitgevoerd. Zodat we ervan verzekerd zijn dat de arbeidswetgeving in Suriname nageleefd wordt. Zodat we ervan verzekerd zijn dat de arbeidsomstandigheden in Suriname van dien aard zijn. Dat de veiligheid van werknemers, maar ook werkgevers zelf, niet in gevaar is. Maar dat ze zich houden aan de vigerende arbeidswetgeving.
De dienst arbeidsmarkt die is op dit moment bezig met het voorbereiden van een lange termijn arbeidsmarktbeleid. Okay. Dat wil zeggen dat we gaan kijken naar de ontwikkelingen die noodzakelijk zullen zijn in de komende jaren in Suriname. Een van de belangrijke factoren daarbij gaat uiteraard zijn de ontwikkeling van de oil en gas sector. We kijken uit naar die final investment decision van Total Energies en Apache. Omdat dat toch wel ook noodzakelijk is om bepaalde zaken verder tot ontwikkeling te brengen. We gaan ook uiteraard kijken naar ontwikkeling in geheel Suriname van de arbeidsmarkt. Daarbij gaan we letten op werkloosheid in het binnenland. Werkloosheid onder de inheemse bevolking. Uh-huh. Dus we gaan naar diverse aspecten kijken die we toch wel in de komende periode gaan willen aanpakken. Eén daarvan is ook training, vakscholing. Een werkarm van het ministerie van Arbeid is de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Die verzorgt vakscholing. Dat is noodzakelijk omdat we in Suriname toch wel te maken hebben met een hoge graad van drop-outs. Maar klopt, willen die toch wel een goede job vinden op de arbeidsmarkt, dan is het nodig dat ze toch wel die training krijgen die hun in staat stelt om een job te vinden op de arbeidsmarkt. En SAO verzorgt diverse trainingen. We moeten kijken hoe we het instituut kunnen versterken. Vorige week was een deskundige van de ILO, Dr. Hassan Nadahi, was hier op bezoek. Hij is de expert voor wat betreft technical and vocational education van de ILO. Okay. Hij heeft met de SAO gesproken, zodat we ook kunnen komen tot bepaalde acties daar. Om het instituut weer die plaats te geven die het in het verleden had. Of die plaats te geven die het naar mijn mening en zeker ook de mening van de directie van SAO moet vervullen in Suriname. Namelijk een instituut dat vakscholing biedt aan drop-out, maar ook anderen die toch wel het belang van training inzien. Want nu moeten we ook gaan naar lifelong training, toch? Klopt. Dus ook mensen die zich al hebben geschoold, maar toch vinden van hey, dit kan ik gebruiken. Die moeten naar SAO kunnen gaan om zich verder te scholen. En het zal hun in staat stellen om te groeien op de arbeidsmarkt of een job te vinden. Maar ik ken ook gevallen waarbij mensen die naar SAO zijn gegaan, zijn begonnen met hun eigen bedrijf. Ze hebben Gawasa gestudeerd, dus ze richten hun eigen bedrijf op dat gebied. Ze hebben koeltechniek gestudeerd, dus ze richten hun eigen bedrijf op. Ze hebben Lassen gestudeerd, dus het zijn uiteraard de mogelijkheden. En in het gesprek met de ILO-expert is ook aangegeven door de directie van SAO dat we toch wel willen dat, behalve de specifieke technische scholing, dat de mensen die daar gaan ook een stukje ondernemerschaptraining krijgen. Omdat nogmaals, niet iedereen moet aan de slag willen gaan als werknemer. Maar we hebben ook ondernemers nodig. Dus we moeten ook kijken van hoe we mensen toch wel die richting in kunnen pushen. Zodat zij ook meehelpen om arbeidsplaatsen te creëren. Het zal noodzakelijk zijn om te kijken naar misschien een microkredietenfonds. Uh-huh. Om ze te ondersteunen als ondernemer aan de slag willen gaan. Maar dat zijn zaken die we toch wel gezamenlijk moeten bekijken met het ministerie van Financiën, met het ministerie van Economische Zaken, die ook verantwoordelijk is voor het KMO-fonds, toch? Jawel. Zodat we toch wel mensen die aan de slag willen als ondernemer, die mogelijkheden bieden qua financiën om dat werkelijk te doen. Ja, maar. En bij het tekenen van, of tenminste bij het onderhandelen, tot stand komen van tekenen van de derde decent work. Gaat u dan ook rekening houden met alles wat de klok nu slaat, oil en gas? We gaan dat zeker meenemen. Het is toch wel noodzakelijk, want als de final investment decision wordt genomen dit jaar, dat betekent het dat we zaken zullen moeten realiseren in de komende 2-3 jaren, toch? En dat is precies de periode dat zal precies de periode zijn waarin het derde Decent Work Country programma uitgevoerd zal moeten worden. Dus we zullen zeker rekening daarmee houden. Decent Work voor wat betreft de oil en gas industrie. We zullen met de ILO daarover praten hoe aan te pakken. Zodat we ook verzekerd zijn dat ook op dat gebied Decent Work ingang kan vinden in Suriname.
Helemaal. Maar minister McAndrew, heel hartelijk dank voor de informatieve tête-à-tête, kan ik het noemen. Het was heel informatief om het vanuit een heel ook ander perspectief te mogen horen. En ook uw bijdrage aan In Gesprek Met. Ik denk dat dit zeer informatief zal zijn voor de kijkers. Ja. Nou, graag gedaan. Ik zeg altijd van als ministerie willen we de samenleving omstandig informeren. De afdeling voorlichting doet naar mijn mening prima werk met hun diverse persberichten die ze uitgeven. Maar af en toe is het goed om als minister of als directie ook te gaan praten met ATV of andere media. Om toch wel zaken face-to-face uit te leggen. Zodat mensen toch ook wel een beter beeld hebben van wat er speelt op het ministerie. Helemaal. Alsnog heel hartelijk dank voor uw komst aan de studio. Graag gedaan. Ik wens u dan een fijne dag verder. Dank u, u ook. Ja, kijkers, u heeft de minister gehoord. Het ministerie probeert al met al de samenleving te blijven informeren. Gaat u nu weg? We zijn zo weer terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Welkom terug. En ik zit nu hier in de studio met de heer Karl Breveld. En we gaan praten over de Papa Wiki. U weet het, 19 juni is het Vaderdag. En de stichting Mamit Mang heeft altijd naar Vaderdag toe altijd activiteiten. Is dat zo, meneer Breveld? Welkom. Dank u wel, mevrouw Boetius. Het is dat we inderdaad naar Vaderdag toe, vanaf 12 juni, eigenlijk iedereen oproepen. Het is niet zozeer dat wij alles gaan doen. Wij willen dat de samenleving in beweging komt om rondom de persoon van vader verschillende activiteiten te ontplooien. Ja. En dat is natuurlijk verschillend. Hè? Dat kunnen kerken doen, dat kunnen scholen doen, dat kan de overheid doen, dat kan de vakbeweging doen, dat kunnen de NGO's doen. Iedereen kan iets bedenken om met name vaders voor het voetlicht te halen. Want vaders, die mogen we inderdaad niet opzij schuiven en als onbelangrijk zien, maar als heel belangrijk, essentieel voor de opvoeding van hun kinderen. En overdragers hè, aan de volgende generatie. Ja. Dus vanuit dat oogpunt is de Vaderweek, dus Papa Wiki, een hele belangrijke week van 12 juni tot 19 juni. Ja, want de vaak gehoorde klacht is dat de moeders meer verwend worden, echt, en dat die vaders, dat het minder is. Vindt u dat ook? Inderdaad is dat zo. Dus, en het is ook begrijpelijk hoor. Moeders die brengen de kinderen ter wereld. Dus er is altijd al een bijzondere band wat kinderen ontwikkelen met hun moeder. Maar men vergeet dat bij de conceptie de vader wel ook een belangrijke rol speelde. En eigenlijk in de voorbereiding van de zwangerschap, in de tijd daarna, is zijn vaders absoluut belangrijk. En dat wordt door iedereen benadrukt. De Wereldgezondheidsorganisatie, de Pan American Health Organisatie, van vaders horen erbij bij de opvoeding van onze kinderen. Ja. Dus ik denk dat het daarom op zijn plaats is om Vaderdag ook met meer diepgang. En kijk, het gaat bij ons vooral natuurlijk aan de ene kant om dankbaar te zijn dat vaders er zijn. Ja. Maar aan de andere kant de gelegenheid gebruiken bij Vaderdag of Vaderweek tot verdieping van het vaderschap. Of tot meer inzicht krijgen in vader. Bij Moederdag is het meestal bloemetje brengen, taarten bakken, dat soort dingen. Show, 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 show. Show. Weet je, er wordt weinig gepraat over de inhoudelijke kant hè, van je moederschap. Hoe doe je dat? En wat kan beter? En op welke manier? Dat komt nauwelijks aan de orde. Het is meest een beetje fancy-achtig. Ja, omdat misschien men meestal ervan uitgaan. Bij moederschap zit het goed. Moeder is daar, rots in de branding. En vader is het, want u weet, in Suriname worden geconfronteerd met een vaak alleenstaande moeders. Misschien is het daardoor no, dat ze denken van, eigenlijk, mijn moeder staat daar, ik weet al hoe ze is. En constante vader, factor, zo. Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook vaders die echt een constante factor zijn. Dus laten we dat niet vergeten. Nee, tuurlijk niet. Anders gaan we generaliseren. Nee, doen we niet. Maar los daarvan. We werken met de feiten. Ik denk dat soms inderdaad vaders afwezig kunnen zijn. Ja. Soms door
de keuze die men maakt, maar soms ook gewoon de druk en de manier waarop het leven wordt ingedeeld en niet ingecalculeerd wordt, een belangrijke rol die in het huis, in het gezin, juist, te vervullen is. En het is mogelijk. En ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Dat vind moet ik ook wel zeggen. Dat wil ik net weet zeggen. Je, dus laten we ook zien we dat de vaders meer absoluut en meer hun rol innemen. Veel meer. Weet je, ik zie vaders op de consultatiebureaus, ik zie veel meer vaders bij de bevalling van hun vrouw aanwezig zijn. Ik zie vaders inderdaad bij sportbijeenkomsten van hun kinderen. Ja. Rijden, brengen naar school, halen. Helemaal. In de auto kun je praten met die kinderen. Dus er zijn wel mooie ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Ja. Er moet nog meer gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, ik complimenteer ze altijd hoor. Want vroeger volgens mij waren de mannen bang om, je weet toch, met een stroller te lopen met die kinderen. Maar nu met zo trots, is klopt, mooi. Absoluut. Okay. Absoluut. En het complimenteren vind ik geweldig, want dat is wat ons dan weer als mannen echt absoluut stimuleert. Ja, mannen vinden het geweldig als ze een compliment krijgen. En dan gaan ze veel verder en dan worden, gaan ze anderen ook weer aansteken. Absoluut. En dan wordt op die manier een veel gezondere samenleving. Helemaal. Dat is wat je wilt. Dus mannen, big up voor jullie. Hè? Ga lekker met je kinderen wandelen. En het is echt leuk als je vaders vooral met baby's ziet of zo. I love it. Maar in het kader ook van Papa Wiki en Vaderdag is er een werkboek uitgegeven genaamd Papa's Story. Belevenissen uit mijn leven verteld aan mijn kinderen. En dit boekwerk of dit werkboek. Dat is het woord. Dat boekwerk, is het woord. Werkboek is 15 jaar terug door u geschreven, uitgebracht. Het klopt. Het is inderdaad 15 jaar geleden geschreven. Uh-huh. Waarin we vragen geselecteerd hebben op verschillende thema's. Ja. Hè? Dus je school, je vrije tijd, de tijd met vakanties, ontspanningsmomenten, et cetera. En rondom die thema's zijn dan vragen samengesteld. Ja. En de bedoeling is dus dat papa's deze vragen beantwoorden. En je hoeft niet alles in één dag te beantwoorden, nee, want dat wordt onmogelijk. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe elke zondag een vraag. Mm-hmm. Of ik doe elke week een vraag. Weet je wat mij bijzonder heeft aangesproken? Ik was op een begrafenis van een vader. Mm-hmm. En zijn zoon, die was juist overgekomen. Of nee, die was nog hier in Suriname. Een jongeman van misschien wel 18 of 19 jaar. Mm-hmm. En die heeft op die bijeenkomst heeft hij gepraat en verteld wie zijn vader was. Zijn vader werkte bij het Staatsziekenfonds. En op een gegeven moment vertelt hij dan, zijn vader had dit boek, had dit werkboek. En zijn vader schreef alsmaar in dit werkboek. En hij had aan hen gezegd, jongen, zie je, dat ding ligt hier op de boekenplank, maar je mag pas het lezen wanneer ik er niet meer ben. En nu was die jongen zo emotioneel in die begrafenis, want hij had het boek bij zich van zijn vader. En hij klapte open iets wat te maken had met liefde voor zijn kinderen. Mm-hmm. En wat papa daar schreef, liet die jongen huilen. Mm-hmm. Want papa had zijn hart opengemaakt, opengesteld naar zijn kinderen toe. En dat was voor mij een complete verrassing. Ik wist niet dat dat zou gebeuren. Maar ik wil alleen maar aangeven de functie van zo'n werkboek. Ja. He, mannen krijgen de gelegenheid. Bovendien, laten we helder zijn, vrouwen vertellen veel meer. Vrouwen praten ook veel meer, in het algemeen hoor, uitzonderingen daar, dan mannen. Mm-hmm. En we moeten mannen helpen om juist ook iets meer te praten, iets meer van zichzelf duidelijk te maken naar de generatie die na hen volgt. Want ik zie het voorwoord, collega vaders. Papa, heb je ook strafwerk moeten maken toen je op school zat? Dit is een van de vele vragen waarmee mijn kinderen mij confronteerden. En wat was het antwoord? Het antwoord was ja. Ja, er is strafwerk gemaakt, ja. Mm-hmm. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik zat op de Mulo-school en er was een leerkracht die altijd met grote landkaarten onder de arm aankwam. En we dachten, dit vinden we helemaal niet zo leuk en we gaan iets doen. Dus we hebben een deodorant gekocht, weet je wel. Oh my God. En geplaatst in de lerarenkamer. Elke dag gebruiken hoor, zoiets, weet je. En goed, uiteindelijk. En we hebben het gedaan op het moment dat die persoon het eerste lesuur bij ons zou komen. Mm-hmm. Waardoor we konden zien hoe de reactie zou zijn. En inderdaad, nou, ik kan voorlopig geen lessen geven, want ik voel me niet goed. En zo, hè, zei die persoon. Mm-hmm. Maar goed, onderzoek wees uit dat Breveld erbij was. Dus. Strafwerk. En wat was dat? Nou, wat moest je doen? Ja, schrijven. Ik ken dat vaste model. Ja, geestdodend.
geestdodend gedeelte overschrijven uit een boek. Weet je wel? Dus dat moesten we doen. Maar goed, dat zijn dan de dingen van het leven. Hè? Waar je mee opgroeit en waar je uit leert. Ja. Hè? Dus dit werkboek is dus een prachtig cadeautip. Is een prachtig cadeautip. Mm-hmm. Voortreffelijk als mensen hier belangstelling voor hebben. Stichting Mamietman en de Prinsessenstraat 83A. We hebben voldoende van deze werkboeken in voorraad. Het kostte 50 SRD. En het is denk ik zonder meer de moeite waard. Want het is een legacy. Hè? Wat je opbouwt als vader. Ja. Als je dit invult. Dus we zijn zo dankbaar. We zijn ook dankbaar voor bedrijven. Die hebben afgenomen. Dit werkboek hebben afgenomen. Mm-hmm. In verband met Vaderdag. En we hopen dat het daardoor in vele huizen komt. En daardoor kinderen ook veel beter zicht krijgen. Op wie papa is. Ja. En papa's zijn belangrijk en dat blijven we onderschrijven. Ja, want ik zie hier, mijn huwelijk is ook een thema. Wat ging er door u heen toen u haar de eerste kus gaf? Nou, ik moet zeggen, bij mij rillingen over mijn lijf. Want je hebt natuurlijk al eeuwen uitgekeken naar iemand. En uiteindelijk wordt er ja gezegd op alle avances die je hebt gemaakt. En als dat moment er is, ja, dan gaan de sterren flonkeren. Hè? En de hemellichamen komen in beweging. Wat een beschrijving. Dat klinkt echt mooi. Oh my god. En we hebben dat meegemaakt. Ja, dus dat is inderdaad mooi. Ja, en we zijn dankbaar dat we na 4 decennia nog bij elkaar zijn. Dat is ook mooi. Ja. Dus we zijn dankbaar daarvoor. Nou, maar in elk geval, dit heeft een tweeledig doel. Want het is een cadeau, maar het helpt ook de organisatie om de kas te versterken. Absoluut, zonder meer. En u weet, Stichting Mamietman is een NGO, is een non-governmental organization. Yes. En je weet, je bent afhankelijk van giften, je bent afhankelijk van projecten. Ja. Je hebt geen vast inkomen, er komt geen subsidie van de overheid. Weet je? Dus je moet allerlei modellen en manieren zoeken om aan middelen te komen. Ja. Dus het is een win-win. Wij helpen de gemeenschap en de gemeenschap helpt ons. Ja, en feit is, jullie gaan niet zitten en de handen opholen. Nee, jullie zeggen, je doet iets en daardoor kan je de kas versterken. Maar die Papa Wiki, wat voor andere activiteiten hebben jullie? Ja, dus kijk, het hele punt van Papa Wiki is dat wij niet alle activiteiten ontplooien. Okay. Dat is niet de bedoeling. Oh ja, dat zei de bedoeling is dat organisaties het oppakken. Mm. En dat iedereen iets gaat doen in die vaderweek. Of het nou is, we gaan papa's uitnodigen op de kleuterschool om pannenkoeken te komen bakken. Of het is nou, we gaan een quiz voor vaders houden op een school, of in de kerk, of in de club, of waar dan ook. NGO's, overheid, kerken, scholen, onderwijs, media, maak producties, laat films zien die te maken hebben met dit thema. Papa Jim Tori is overigens het thema, dat vergat ik te zeggen. Oh ja, Papa Jim Tori. Ja. Okay. Dus rond dat thema, maar het hoeft ook niet helemaal rond dat thema, als vaders maar voor het voetlicht worden gebracht. Ja. Dat is voor ons belangrijk. En we doen het met de hele gemeenschap. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren, want we doen het al 6 jaar, dat we Papa Wiki organiseren. Mm-hmm. En Papa Wiki bewust, zodat het niet alleen op Vaderdag is, hè, dat je 1x24 uur hebt, maar dat je een hele week hebt, een hele vaderweek, vanaf die zondag ervoor, zondag 12 juni, kun je beginnen. In de kerk of maandag op de scholen. Je kunt een kleine wedstrijd laten doen door vaders. Doe dingen waarbij vaders in beeld komen. En als ze in beeld komen, nou, dan zijn we dankbaar. Ja, en dan hebben we het gezamenlijk gedaan. Absoluut, want ik weet dat ATV wel aandacht eraan zal besteden. Oh, zonder meer. We hebben met ATV ook in 2006 nog een heel mooi vaderdagprogramma gemaakt. Mm-hmm. Ja, misschien moeten jullie het eens een keertje weer laten zien. Ja. Na zoveel jaren terug. Hè? Want het was schitterend, daardoor vaders in beeld. En ATV heeft ons daarmee geholpen. Precies. Dus dat was zonder meer een hele goeie. Ja. Dus we hopen dat andere media, we hebben alle media, zo een werkboek ook toegestuurd, waardoor het ook iets makkelijker wordt. Je kunt rondom dat werkboek een programma maken, een productie maken. Helemaal. Waardoor je niet hoeft te gaan zitten denken over allerlei ingewikkelde dingen. Ja. Maar dan heb je eigenlijk het al wat je wilt vragen aan de vaders Absoluut. Met wie je bezig gaat zijn. Je komt vaders tegen op straat en je zegt, je pakt gewoon een thema uit dat boek en je zegt, wat voor werk deed uw vader en wat vond u dat leuk? Precies, precies. Bent u, want ik weet dat ik ook, we hadden ook een programma. Ik heb een idee voor je overigens hoor. Je kan het Papa's Challenge noemen, hè, als je het programma zou maken. Mm-hmm. Hè. Papa's Challenge. Hè, en dan ga je op straat. Het is een heel goed idee. Want dat betreft we praten, komen de ideeën over. Ja toch, want ik weet dat ik ook nog, we hadden een soort, het zou een documentaire worden.
dochters die in de voetsporen van hun vader treden. Aha. En er waren echt wel een aantal dochters. Hè? Ja. Mijn vader is econoom. Ja, ik ben econoom. Schitterend. Dat is, is mooi. Ja. Speciaal op de dochters. Hè? Want meestal bijna is het vanzelfsprekend dat de zonen dat doen. Mm. Maar doen die dochters dat ook. Mooi. En er waren veel dochters. Mooi. Ik vond het mooi. Mooi. Het mooi. Nou, je hebt bij de SLM mevrouw Deira toch als captain. Als captain. Maar haar vader is geen piloot. Misschien wel hoor. Misschien is hij toch? Op, bij de Aeroclub als piloot geweest. Maar hij was wel een van de directeuren van de SLM toen. Weet Zie je wel. Geleden. Ja, dus dan. Dus er zit een lijn, toch een lijn in. Ja, mooi voorbeeld. Ja, absoluut. Ja. Nou, dus dan. Maar naast het feit dat je zegt dat de gemeenschap betrokken moet worden, maar wat gaat Mamietman doen? Ja, dus wat Mamietman doet, wij hebben een aantal vaders die we in beeld brengen, video's, korte video's, waarin vaders een van die vragen beantwoorden, hun verhaal neerzetten. En de bedoeling is dat we dan gaan sharen. Hè? En dan aan de hand daarvan kunnen er weer discussies komen. Hè? Dus we kijken van op welke manier we dat met de meerwaarde kunnen gaan gebruiken. Ja. Maar dat is de insteek dit jaar. Ik weet ook dat Rumas voorbereidt. Rumas is ook altijd, hoor. Met Moederdag en Vaderweek. Ik weet dat Emmy hard bezig is ook voor vaders iets te doen. Ik weet dat Kelvin Jongmin, gisteravond was er een bijeenkomst van mannen. En die hebben dan bijvoorbeeld op de 18e, dat is die zaterdag voor Vaderdag, hebben zij een breakfast, een ontbijt samen met vaders. En rondom dat ontbijt wordt er gepraat over een onderwerp. Met name over de integriteit van de man, hè, zoals God het bedoeld heeft. Dus zo zijn er allerlei mooie initiatieven waar wij bijzonder waardering over uitspreken. Ja, ja, ja. Nou, aan u nu de gelegenheid te praten met de vaders. Wat is in het kader van Papa Wiki en natuurlijk Vaderdag uw boodschap naar de mannen en de vrouwen? Ja, in de kamer. Nou, ik denk dat wij onze rol niet moeten onderschatten, vaders en mannen. We hebben een zeer belangrijke rol te vervullen. En ik denk dat wat wij aan het doen zijn, dat effect heeft op de generaties die komen. Dus we zijn belangrijk. En het lijkt mij dat juist in dat kader, dit jaar Vaderdag, we extra aandacht daarom besteden aan de inhoudelijke kant van het vaderschap. Wie ben je? Wat zijn je plannen? Hoe is je leven geweest? Waar ga je naartoe? Hoe wil je de zaken zien in de levens van jouw kinderen gerealiseerd worden? Wat is jouw bijdrage daartoe? Ik denk dat het een bijzonder mooi moment is om dat met name mee te nemen. En ervoor te zorgen dat we Vaderdag en Vaderweek, Papa Wiki 2022, tot een succesvolle week maken. En daarmee een stempel drukken ook op onze samenleving en de generaties die na ons komen. Geweldig. Nou, meneer Breveld, ik wens u en de organisatie heel veel succes toe. Ik denk dat het echt een hele mooie week zal worden. Dat zonder meer. Absoluut. En ik bedank u ook voor dit interview. Graag gedaan. Kijkers, met de woorden van Karel Breveld zijn we daar aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mij in gesprek met Stephen McAndrew, die de minister is van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, waar wij onder meer hebben gesproken over zijn trip naar Genève, Zwitserland. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is morgenavond om 9:00 op 12.2. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!